Hey, Leon en Lucilla. Wil je erin zitten? Kom maar vast. En net bij jou neerleggen? Hier hebben we sterretjes. Ja? Ja, duur. Kijk maar, de vuurwerktas eraan. Nog ging op de grond. Vuurwerk afsteken als wat? Ja? Is het even de capuchon eraf. Hallo. Hondje aansteken. Ja, ja, weg, weg. Wow. Wil je er ook eentje afsteken? Stop. Weg, man. Mooi. Goed zo. Gaat best hoog. Kijken. En dat woezelpip. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Benninga's familievloggers. Goedemorgen, we zitten hier lekker aan het ontbijt. Goedemorgen, kinderen. Goedemorgen. Ze gaan lekker naar school toe. Wat gaan jullie vandaag doen? Nou, we gaan op school schaatsen. Ze gaan vandaag schaatsen op school. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Dus heb je wel heel veel zin om naar school te gaan, denk ik, of niet? Ja. Jawel, en jij, heb je er ook zin in? Ja, maar ik kan nog niet schaatsen. Nee, maar ik denk dat ze dat wel leren daar. Dat je dan gaat leren schaatsen. En dat ze van die 2 punten krijgen. Ja, dat ook. Dat komt helemaal mama, goed, schatje. Mama! Ja, en Lixie, wat ben je hier aan het eten? Mama! Lixie, wat ben je aan het eten? Broodje schoof. Wat is dat? Wat zit er in jouw mond? Een broodje schoof. Oh, Lixie zit altijd helemaal onder de appelstroop als zij broodjes eet. Nou, goedemorgen, ik vader. Ik moet even mijn bloesje dicht. Even de kleren aandoen. Goedemorgen. Alles schrikken jullie zo? Ja. Zo, even weer het huis gestofzogen en wel. En Luxie die is met Pop aan het spelen. Kijk, Pip die ligt altijd heerlijk te chillen. Op de kussen zit Pip. Oh, schatje in de kooi. Maar mama dacht, misschien is het wel leuk om een spelletje te spelen. Wat ga je doen? Een spelletje te spelen met Luxie. Wat ga je doen, schatje? Moet de pop naast jou zitten? Maar is het niet zo'n handig stoeltje? Zullen we even een echt stoeltje pakken voor de pop? Ja, kijk, hier hebben we echt een stoeltje staan. Pakken we zo'n stoeltje. Kan de pop beter op zitten dan op zo'n krukje natuurlijk. Zo. Ja. Ja, vind je dat gezellig? Ja. Luxie die had hele leuke kleine spelletjes gekregen voor Sinterklaas. Van die, ja, nou geen kleine spelletjes, maar spelletjes voor kleinere kinderen. En eens even kijken. Kijk, we hebben hier dus de kleurentoren en Boomba. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel heel benieuwd ben naar dit Boomba spelletje. Zullen we deze gaan spelen, Luxie? Ja. Vind je die leuk? Gaan we die eens eventjes bekijken. Ja, ze heeft er heel veel zin in. Vind je dat leuk, Luxie, spelletje spelen? Oeh, wat zit daar allemaal in? We hebben alle kaartjes hier voor ons liggen. En op alle kaartjes staan allemaal plaatjes, een poes, een varken, een olifant, een kiwi, de vogel. Allemaal plaatjes waar geluidjes bij horen. En als je op deze knop drukt, druk eens op de knop. Mama. Mama doen. Dan hoor je een geluidje. En dan moet je kijken welk plaatje bij het geluidje hoort. Goed, ga maar naar drukken. Moet je goed luisteren. Druk maar op de knop. Mama? Wat is dat? Welk plaatje is dat? Welk plaatje is dat? Tadu. Goed zo, Luxie. Dat is de brandweerauto. De toetoet. Ja, mag je die houden? Is voor jou. Wat is dat? Dat is een lastige, dat is de trompet. Wat is dat? Waar ligt die? Waar ligt die? Dus goed zoeken. Paard, goed zo, Luxie. Dat is het paard. Ja, die mag je houden. Nou is mama weer. Oh, gaan we heel snel nu. Baby. 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 Baby Bumbaloo. Baby. Fietsbel. Dat was een fietsbel. Waar ligt de fiets? Dat is de fiets. Ja, pak de fiets maar. Die is van Luxie. Nou is mama weer. Wie is dat? Kijk eens goed. Wie deed het geluid maken? Het schaap, hè? Ja. Wie heeft er gewonnen? Yay, Luxie! Goed zo! Dat was een leuk spelletje, hè? Toetoet, dat was de auto, hè? Nee, dat was de auto. Nou, Luxie, even lekker een hapje eten. Oh, doeg, ga je zwaaien. Doeg. Nee, schatje. Zo, nou, ik heb Luxie heel eventjes op bedje gelegd. Die doet even lekker haar middagslaapje. En wij gaan zo de kids ophalen van school.
En wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Want ook al is het nog geen oud en nieuw. Voor jullie is het al bijna oud en nieuw. Maar toch gaan wij zo naar de, ik denk even bij de Action, wat vuurwerk kopen. En gaan we met de kids wat leuk kindervuurwerk afsteken. Ik moet hierbij echt goed zeggen, kindervuurwerk. Want het is natuurlijk nog geen 31 december. En dan mag je niet normaal vuurwerk al afsteken natuurlijk. Maar je mag al wel kindervuurwerk afsteken. En omdat onze vlogs achterlopen, ongeveer anderhalve week, dacht ik, misschien is het toch wel heel erg leuk om iets eerder voor ons wat leuke vuurwerkdingetjes af te steken en meteen wat leuke veiligheidstipjes te delen voordat echt de jaarwisseling is en ook voor jullie in de vlog, zeg maar, voor jullie nu. En dat we daarom nu eventjes wat leuke vuurwerkdingetjes gaan afsteken en gaan kopen met de kinderen. Ik denk dat ze het heel erg leuk vinden, vooral Luan. Ik merkte vorig jaar aan Luan dat hij het super interessant en leuk vond om met papa nog vuurwerk af te steken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nooit zo heel erg van ben met vuurwerk afsteken en zo. Ik ben misschien daar toch iets wat meer bangiger voor. Maar des te meer vind ik het heel erg belangrijk voor onze kinderen dat ze leren ook met vuurwerk om te gaan op een verantwoordelijke manier. En wil ik zo toch een beetje, misschien een beetje bijdragen, dat ik toch ook een soort van waarschuwing of tips wil geven om goed en verantwoordelijk met vuurwerk om te gaan dit jaar. Je hoort ook wel eens andere dingen en dat is natuurlijk nooit prettig. Dus alles voor de veiligheid. Vandaar gaan we nu eerst de kinderen even van school ophalen. Als Luxie zo wakker wordt, gaan we kindervuurwerk kopen bij de Action. Hey, Leon en Lucilla. Hey. Wat gaan we doen? We gaan even naar de Action en dan gaan we daar vuurwerk ophalen. Ja, we gaan kindervuurwerk halen, Luxie. En we zijn er al. Ja, ik ben even papi blijft even in de auto zitten. Want daar hebben we geen parkeerplekje kunnen vinden. Kom maar, jongens. Ja, kom maar. Doeg, papa. Ik wil pinpas. Oh, die pinpas bewaart mama. Ik heb wel een muntje voor in het karretje. Wil je die? Ja. Even kijken. Kijk eens. Dus muntje voor het karretje. Heel goed. Wil Luxie erin zitten? Wil je erin zitten? Kom maar. Ja, je mag erin. Zo, nou. Het karretje is al vol. En we moeten nog beginnen. Op zoek naar het vuurwerk, hè, jongens. Luan, die weet de weg. Hebben we het gevonden? Kijk, hier hebben we wat staan. Ja, maar dan moeten we wel voor het kindervuurwerk gaan. Want kindervuurwerk mag je nu al wel afsteken. Maar ik weet niet of dit kindervuurwerk is eigenlijk. Fopvuurwerk. Ja, fopvuurwerk. Dat is volgens mij kindervuurwerk. Dus deze. Deze kunnen we wel doen. Oh, maar vast. Ja, dan staat er fopvuurwerk. En deze ook. Oh, maar vast. En heb je ook nog van die knallen? Fun vuurwerkpakketten. Ja, heb je ook nog... Deze ook nog maar. Kijk eens, Luxie. Lucilla, mag ik deze bij jou neerleggen? Hartstikke goed. Ja, jongen. Heb je ook nog van die knallertjes? Ja, ik weet het niet. We gaan eens even kijken. Het is allemaal weer een beetje leger in alle vakken. Luxie. Zie je dat? Oh, daar. En die andere kant. Hier hebben we sterretjes. Kijk, dat is ook leuk. Allemaal een sterretjespakketje. Ja. Hele grote sterretjes. Zien jullie dat? Ja. Hele grote sterretjes. Okay, nog even... En dit? Wat is dit? Man? Fop. Ook iets. Kijk eens. Alsjeblieft. Kijk, ja, ik weet het ook niet. Een rode vlam staat erop. Nou, Luxie. We hebben in ieder geval wat moois gevonden, schatje. Ja, duur. Nou, op naar de kassa, jongen. Goed gedaan. Nou, kerel. Pak jij maar de vuurwerktas eruit. Ja, heel goed. We zullen het verretje erin. Oh, moeten we Luxie niet vergeten, hè? Luxie eruit. 1, 2. Oh, ja, schuif hem er maar in. Die dicht. Karretje erin. En, oh, we moeten deze er nog in doen. Mag jij het muntje eruit halen? Ja, hartstikke goed. Nou, op naar papa. Ja. Kijk eens, die staat hier voor de deur te wachten. Wat een service. Oh, oh, kijk uit, Luxie. Kom maar, liepie. Ja, die viel op die benen, hè? Voordat we met het vuurwerk aan de gang gaan, willen Luan en Lucilla nog even vertellen hoe het op school was. Want ze hebben allebei iets heel erg leuks gedaan. Want Luan is namelijk met de klas naar de schaatsbaan geweest. Mm-hmm. Hoe was dat? En mam, hij blijft daar een paar weken blij staan. Dus als kerstvakantie is, kunnen wij daar ook naartoe. En ik weet waar het is. Dat is een leuk idee, jongen. Oké, dan kun jij de weg vinden. Dan kun jij de weg even vinden, ja. Ja, dat was leuk, jongen. Ja. Ja, was het leuk? Wat heb je allemaal gedaan met schaatsen? Ging het een beetje goed? Mm-hmm. Was het niet moeilijk op het ijs? Nee? Mm. Niet echt, nee. En kon de juffrouw een beetje schaatsen? Juf Els? Nou, juf Els ging niet schaatsen. Juf Els ging niet. Maar ze ging wel eerst vallen, want ze had gewoon haar schoenen aan. Oh. Dus haar telefoon ging op de grond. Echt waar? En want? Leon en heeft juf Els... Ja?
die ging ook een paar foto's maken. Ik denk voor een groepsapp. Ja, oh ja. Dan kan je misschien de foto's zien. Nou, leuk jongen. Ja, dus juf Els is een super lieve juf. En wel wat oudere dame, moet ik het zeggen. Dus echt een hele lieve juf. Maar ik was benieuwd of ze zou schaatsen. Maar dat heeft ze dus niet. Ze was aan het kijken naar jullie. Hoe jullie gingen schaatsen. En nou wilde ze dan nog wat vertellen. Maar Lucilla, die had ook wat. Vertel. Maar Juffrouw is ook oud. Want ze is ook nog een oude. Jouw juffrouw is een oma. Hè? Ja, dat klopt. Maar niet juffrouw. Ah, juffrouw Alet. Maar wat wilde jij vertellen? Wat kon jij op school? Zo'n spinnenweb met een blauw zo dinges. Ja. Niet een echte. En dan zo'n gat. Een gat. Dan moet je zo en moet je het loslaten. En dan ben je zo op de... Maar dat moet je wel proberen om je voeten blijven te staan. Dus je kan heel hoog in het klimrek, door het gat en dan weer naar beneden. Maar niet heel hoog, want zo hoog. Oh, nou knap hoor schatje. Dit is het vuurwerk wat we allemaal hebben gehaald. We gaan nu niet al het vuurwerk afsteken, want we bewaren ook nog wat voor onze eigen oudjaarsavond natuurlijk. Voor de visite. Ja, we krijgen Kelsey op visite. Super gezellig. Die komt zometeen ook. Misschien wil ze ook wel wat vuurwerk afsteken als ze durft. Kelsey, voor degene die niet weet wie Kelsey is. Kelsey heeft in ons Bellinga team gewerkt, maar die ging toen van baan verwisselen. Dus dan kreeg ze een andere baan. En eigenlijk altijd een beetje contact blijven houden. En zodoende komt ze nu weer gewoon gezellig op visite. Hey, want Kelsey had jullie ook heel erg gemist. Ja. Hebben jullie Kelsey ook een beetje gemist? Een beetje wel. Jawel, hè? Kelsey is ook super lief. Dus we gaan zo meteen beginnen met het vuurwerk. Maar mama wil wel verantwoordelijk vuurwerk afsteken. Weet jullie wat het is? Ja. Veilig vuurwerk afsteken. En dan beginnen we met de eerste tip. De eerste tip van mama is: draag altijd een... Bril. Veiligheidsbril. Waarom is dat? Want als vuurwerk in je ogen gaat, is dat heel erg gevaarlijk. Mm-hmm. En wat doet zo'n bril dan, Lucilla? Nou, dat houdt zeker voor je ogen. Heel goed. Ja. Dus als je vuurwerk af wilt gaan steken, altijd een vuurwerkbril op doen. Hè? Dat is de eerste tip. Het mooiste van wat vind jij dan? Sterren. Lucilla vindt de sterretjes het mooiste. Hey, maar jullie boffen wel een beetje, want het is nog helemaal geen oud en nieuw. En toch gaan we vandaag lekker vuurwerk afsteken. Hè? Ja. Weet je waarom dat is, hè? Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Een flauw idee. Omdat deze vlog die de kijkers nu kijken, is bijna oud en nieuw. Volgens mij over 1 of 2 dagen of zo. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd. Maar is het voor de kijkers oud en nieuw? Dus dan kunnen we alvast een beetje waarschuwen voordat ze veilig vuurwerk moeten afsteken. En alvast een beetje genieten van het vuurwerk wat wij nu afsteken. Dat is leuk, hè? Ja. Dus we hebben een beetje vooruit gedacht. En daar profiteren jullie nu alvast van. Met lekker vuurwerk afsteken. Wij gaan de jassen aandoen. En meteen de volgende tip. Dat leerde ik vroeger altijd al van mijn ouders. Ja. Als je vuurwerk afsteekt, altijd een jas zonder capuchon. Waarom? Want, wat nou als jij dan zo vuurwerk afsteekt, dan komt zo een pijl in je capuchon. Dus daarom altijd zonder capuchon. Mam, je killed off. Vuurwerk. Ja, maar hier is dan niks. Maar als hij in je capuchon komt, dat is niet zo handig. Nee. Dus ik doe even de capuchon bij Lucilla de jas eraf. Maar Luan dan? Oh, Luan heeft een jas zonder capuchon. Ik heb eigenlijk een jas zonder capuchon. Dus. Ja. Dus dan kun je beter een jas zonder capuchon doen om even de capuchon eraf te halen. Gaan we even naar buiten toe? Papa, Luan en Lucilla zijn al buiten. Kom maar. Gaan we eens kijken. Hey. Hier hebben we het vuurwerk neergezet. Hallo. Veiligheidsbril. Oh ja, mama ook de bril op. Ja. Voor de veiligheid. Voor de veiligheid. Hallo. Wie hebben we daar? Ah. Hallo. Oh ja, Boef heet hij, hè? Boef, hallo. Hallo. Meteen op zoek naar de hondjes. Ah. Wie is dat, Luxie? Oh, eindelijk weer. Oh, echt lang geleden. Nou, je komt precies op het goede moment. We gaan een voorstelling geven. Is je hondje bang? Je mag gewoon gaan zitten en dan heb je show. Ja, je mag gewoon een keer even aan. We gaan vuurwerk afsteken. Nou, de meisjes zitten gezellig op de bank. En wij gaan kijken naar het spektakel. Welke gaan we doen? Zoek maar uit, jongen. Oké, ik ga er één uitkiezen. Welke zullen we doen? Nou, we hebben een veiligheidsbril op voor de vonkjes. Ja? We roken niet. We hebben gewoon lontjes. Ja, en een aansteker. Nou, wat je dan altijd doet, ik zal het eerst even... Dat open losmaken. Dat je het lontje... Met een lontje aansteken. Nog een tip trouwens, je moet altijd goed kijken voor de wind. Hè? Dat je niet met de wind mee het vuurwerk, maar het met tegen vuurwerk doet. Ramen afsteken. Ja, en dan wegrennen. Dat is mooi.
eik. Wauw. Goed gedaan, Luan. Maar die kan wel iets hoger, vind ik. Ja, weg, weg, weg. Wauw. Die was mooi. Ja, heel goed, papa. Oh. Wil je er ook eentje afsteken? Nee. Zilla zit lekker op de bank, hè? Rood gelijk. Ja, weg. Goed zo. Oh, sorry jongen. Mooi. Mooi. Wauw. Het is heel childproof dit. Heel childproof. Luxie vindt het een beetje spannend. Dus als jullie denken, waar is Luxie? Die is bij mij op de arm. Maar... Dus ja, de laatste twee potjes. De laatste twee potjes. Ja, heel goed. Daar gaat hij, hè? Wow. Wow. Heb je nu hier? Over een paar dagen. Goed zo, jongen. Wow. Kijk, dat is een mooi fonteintje. Ja. Wow. Lula wil nog knalletjes doen. Knalletjes. Nee. Oh, dat is een hele grote. Volgende tip is, Lula en Zilla, je hebt altijd dus aansteekhand en een weggooihand. Nooit met wisselen. De hand schrijven jullie op de les met deze. Rechts. Dus je schrijfhand is je weggooihand. Ja. Want wat gebeurt er als je het verkeerd doet dan? Dan hou je hier het lontje, of denk je dat dit het lontje... En dan zit hij in je hand. Dus altijd goed dezelfde hand gebruiken voor het... Ja, hele goede tip, papa. Wat is je weggooihand en wat is je gooihand? Weggooihand, aansteekhand. Goed zo. Ja, jongens. Dit is uit. Ja. Ja. Oké, okay, we hebben nog een tip. Je deed het al heel goed. Dat is een mooie Luxie. Oeh, goed zo. Oh, bij de glijbaan. Daar gaat hij, hè? Goed zo. Kijk, dit zijn fonteintjes als het goed is. Fonteintjes. Dan gaan we eerst het lontje zoeken, okay, zegt papa. Eerst het lontje losmaken. Oh, ik denk dat ik dat wel ken, ja. Maak het lontje los. Oké. Nou, doe papa maar na. Zijkant, ja. Ja, zijkant. Dat trekken. Ja, recht naar boven. Het lontje moet dan los. Ja, dus het lontje recht. Nou, gaan we daar heen. Lontje leg, recht, ja. Kom maar met papa mee. Steekhand. Oh, dit? Zo, steekhand. Ja! Wauw! Die is mooi. Wow. Die mogen we echt niet goed maken. Die is leuk, hè? Ja, goed zo. Fijn. Wauw, ja. Die is leuk. Woe. Gaat best hoog. Heel mooi. Het zijn goede bommetjes. Schone bommetjes. Ja. Hoorde je dat? Ja. Knap. Ja, en dan gooi hem op de grond. 1, 2. Niet tegen mama, liefje. Op de steentje. Nee. Maar dan heb je één ding geleerd. Met welke hand gooi je en met welke hand schrijf je? Met? Het. Nee. Op de stenen. Op de stenen, liefje. Papa, ja, en op de stenen. Je hoeft het niet aan het stokje. Ja, goed zo. Met je andere hand, want je bent... Ja. Heel goed, Sil. Ja. Oh ja, zie je dat? Ah, dat vindt ze toch wel leuk. Ja. Goed zo, Sil. Oh, wat fijn. Was dat in je hand? Ja, dat is mijn hand. Oh, goed zo. Leuk.
gedaan. De goede hand naar de pot. Naar de pot, hè? Niet naar je voet. Naar de pot. 1, 2. Woehoe! Dit is ook kindervuurwerk, maar het ziet er totaal niet kinderlijk uit. Dus ik dacht, wat is dit? Zullen we die ook nog even doen? Yellow flame. Ja, maar die duurt heel lang. Yellow flame burns for 30 minutes. Oh, half uur? Nee, dat kan niet. Oh ja, dat is een kindervuurwerk. Kan niet een half uur branden. Oké. Ah, dit is het. Dit is het. Wauw. Ja, dit is een gezellig sfeertje. Kijk, hij brandt gewoon daar. Ja. Ja, Lucilla, en je arm helemaal recht houden. Zie je dat? Dan gebeurt er niks. Zie je dat? Goed zo. Hij is mooi en zeel. Hij is heel lang. Kijk dan! Mooi, liefie. Heel mooi. Ik zie jou te zo lang ding. Ja. Heel mooi, liefie. Maar ja. Papa jullie nog één laatste tip. Hij is bijna op, Lucilla. Terwijl het nog brandt. Heel goed. Papa jullie één laatste tip, huisjes. Kan je nooit wat allemaal hebben gecreëerd? Nog een tip van papa. Rommel. En wat doen we na het vuurwerk afsteken? De rommel gelijk opruimen. Want als je het laat liggen en het gaat vannacht regen, dan gaat het helemaal in de tevel steken. Dat was het, Lucilla. Ja, zullen we pizza gaan maken? Dat gaan we doen. Gezellig. Hey, Woezelpipje. Wie zijn dat, Woezelpip? Hey, Boef. Boef die is hetzelfde ras als Woezel en Pip. Maar is 4 jaar. En Woezel en Pip zijn 2 jaar. En Woezel die denkt, Hij blijft niet stilstaan, Woezel. Hij gaat alle kanten. Woezel die denkt, sta eens even stil. Kan ik even lekker snuffelen? Nou, Pip is het knuffeltje. Nou, Luan, wat gaan we doen? Ja, dat is bol veranderd. Maar als jij slaapt. Laat maar kijken. Kom kijken, dan gaan we laten zien. Laat maar kijken. Kijk. Oh. Een moeslijk pipbedje. Deze is wel een beetje hetzelfde. Ja, maar een nieuw dekbedje. Zie je dat? Ook een moeslijk. Dat was mijn oude muziekruim. Kijk, mijn witte muziek. Hé, ja. Gelukkig nog wel een geluid aan. Ja. En een kerstboom. Oh, dan kan je lekker nog even kijken. Dezelfde, hè? Nou, dan gaan we naar de nieuwe playcarpet. Wow. Echt een grote jongenskamer. Ja, kom maar, wat papa vindt. Ja, een disco ring hier, denk ik. Of dat zie je niet meer? Ja. Ik heb heel veel bossen. En je ziet welke kleuren die heeft gekozen. Ik heb een hamster. Oh, hè? Ja. Sammy. Sammy, dat is Sammy Bellingham. Dat is Sammy Bellingham, onze nieuwste aanwinst, zou je zeggen. Zacht. Ja, is lekker. Al weer aan het dansen. Zo zag je dan zo uit. En dan nog een deken en dan een slaapfeestje. Hou ze logeerfeestjes, hè? Ja, dat zou wel leuk zijn. En wat heeft ze gemaakt? Luxe. Pizza. Oeh, vers gemaakte pizza's. Yummy, yummy, yummy. Dat wordt smellen. Leuk en luxe. Ja, wat vind je van de kerstboom dan, Kels? Vind je een mooie kerstboom? Heeft Luxie uitgekozen, hè, Luxie? Die heeft uitgekozen, ja. Ja? Ja, die heeft ze uitgekozen, ja. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. En je hebt een leuke belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Doei! Voeg je hart, bom bom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee.